welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik de Jelly Pop collectie van Elf Cosmetics testen. Deze collectie is er al wel een tijd, maar ik zag hem nu pas bij Douglas. En ik dacht, ondanks dat hij al wel eventjes bestaat, wil ik hem alsnog gaan reviewen. Ik hoop dat het niet te laat is en jullie het alsnog leuk vinden dat ik deze collectie alsnog review. Het is echt een super duper leuke collectie. Het ziet er allemaal super leuk uit, zo rood en alles is zo jellyachtig. En ik ben gewoon heel erg benieuwd naar al deze producten. Vandaar dat ik de collectie alsnog wil testen. Beter laat dan nooit, hè? Als jullie iets hebben van Sarah, als een collectie al zo lang er is, dan hoeft het voor ons niet meer. Laat het me dan eventjes weten in de reacties en dan doe ik dit ook gewoon niet meer. Maar voor nu leek het mij alsnog gewoon leuk om de collectie te reviewen. Dus ben je net zo benieuwd als ik? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Het zijn alleen maar gezichtsproducten, dus mijn oogmake-up heb ik al gedaan. Deze wimpers zijn een tikkietje te heftig voor deze ooglook, maar ik had geen zin om ze er weer helemaal af te halen. De wimpers zijn van de Primark in de stijl 747. De hele collectie is te koop bij Douglas. Ik zet ook alles in de beschrijving. En ik heb alle make-up gekocht. Ze hebben ook wat skincare. Ze hebben ook een gezichtsmasker. Ze hebben ook een hele set. Dus als je dat zou willen, dan is dat er ook. Maar ik ben gewoon voor alle make-up gegaan. Alles ziet er heel jelly watermeloenachtig uit. En dat spreekt mij wel aan. Dus ja, laten we het gewoon gaan proberen. Ik ga beginnen met het eerste product. En dat is voor de lippen. Dit is de Elf Jelly Pop Luscious Lip Mask 1-in-1 Melon Masker. Oké, dit is dus een intensieve hydratatielipmasker voor als je droge lippen hebt. Ik heb droge lippen, daarom heb ik ook altijd iets van een balmpje op. Dus ik ben benieuwd of dit gaat werken. Deze doe ik gewoon nu gelijk op aan het begin van de video, want dan kan ik het gewoon de hele video lang laten intrekken. Oh my god, je krijgt er ook een spateltje bij. Oh, dat vind ik wel heel leuk. Vroeger hadden echt alleen maar luxe merken dat, maar nou ook gewoon betaalbare merken. Dit is dan hoe het lipmaskertje eruit ziet. Gewoon een kleine rode verpakking. Hij is op zich best wel klein. Oh my god, jongens, ik krijg hem gewoon niet open. Oh, hij is open. En dit is dan hoe het er van binnen uitziet. Het is minder waterig dan dat ik dacht. Ik had echt een hele waterige jelly verwacht. Ik ga eerst eventjes mijn lipbalmpje eraf halen die ik nou op heb. Oké, laten we ingaan met dit lipmaskertje. Dit zou denk ik ook ideaal zijn voor 's nachts. Ik pak er gewoon zo'n beetje uit. Dit ziet er allemaal zo raar uit. Oh my god, echt een beetje een dikkere jelly. Het ruikt ook echt naar watermeloen. Er staat online dat er watermeloenextract in zit en hyaluronzuur. En dat gaat ervoor zorgen dat je lippen zachter en gladder worden. Ik vind hem echt fantastisch aanvoelen. Oh, die geur is ook echt heerlijk. I love it. Hij plakt ook helemaal niet. Kijk. Hij voelt lekker dik aan op de lippen. Ik vind hem echt fantastisch. Hij geeft ook een hele mooie lichte glans. Zoiets zou ik opdoen voordat ik ga slapen. Want dan kan het gewoon lekker de hele nacht intrekken. Nu ga ik het gewoon de hele video lang laten intrekken. En ik ben benieuwd of het gewoon ook echt goed blijft zitten op de lippen. En dan gaan we nou verder met deze gezichtsset. Dit is de Elf Jelly Pop Juicy Melon Glow Make-up Set. Dit is een gezichtsset met een primer. Een gezichtsprimer. En een glow stick. Deze zijn ook los van elkaar te koop. Maar in de set bespaar je een klein beetje geld. En aangezien ik toch de hele collectie moest hebben, heb ik gewoon de set gekocht. Dit is dan de set. Je hebt de stick en de gezichtsprimer. En ik ga nu in met de gezichtsprimer. Heel benieuwd hiernaar. Ik zie wel online staan dat als je de set koopt, de glow stick is in het normale formaat. Maar de primer is in een mini versie. Dus als je de hele versie wilt hebben, moet je hem gewoon loskopen. Maar ja, dat maakt voor nu niet uit. Er staat dat dit je gezicht hydrateert en laat glanzen. Ik heb ook van hun, van de Mint Melt collectie, hun face primer. En dit is ook een beetje een jelly. Dus ik denk dat dit een beetje op elkaar gaat lijken. Maar ik hoop het niet, anders heb ik twee dezelfde producten. Ik breng een klein beetje op mijn hand aan. Het is best wel waterig. Het is een beetje een waterige jelly. Dit had ik dus verwacht van het lipmasker. Maar die was gewoon toch iets dikker. Ruikt ook weer naar watermeloen. Jongens, dit product voelt precies hetzelfde aan als deze Mint Melt Primer. Gewoon letterlijk precies hetzelfde. Ik voel gewoon helemaal geen verschil. Het brengt allebei een beetje stroef aan. Allebei een jelly, alleen deze is rood en de andere is groen. En het geeft allebei een mooie glans aan mijn gezicht. En het plakt echt, waardoor je make-up er goed aan vast gaat plakken. Volgens mij is dit gewoon letterlijk dezelfde primer, maar gewoon in twee verschillende collecties. Nee, zouden ze dat gewoon echt hebben gedaan? Ik voel in ieder geval echt geen verschil. Ik vind de groene wel heel fijn, dus ik denk dat ik deze ook fijn ga vinden. Ik vind ook de glow heel mooi die het mijn gezicht geeft, you see. Oké, next up is de glow stick. Dus ik ga eventjes mijn gezichtsmake-up doen en dan kom ik zo bij jullie terug.
Oké, ik heb mijn basis make-up aangebracht. Foundation, concealer en cream contour. Ik heb nog geen poeder aangebracht, want dit is een cream product. En een make-up 101 rule is geen cream product aanbrengen over poeder. Het moet altijd onder poeder. Dus ik ga deze gewoon nou aanbrengen. Het is zo'n bolletje. Ik weet niet of ik dit fijn ga vinden. Ik vind dit soort producten nooit zo fijn. Kijk, zie je dit? Het heeft een beetje een natte glow. Dat vind ik wel mooi. Alleen ik weet niet echt of de kleur gaat matchen met mijn medium huidskleur. Er staat online dat het je een subtiele stralende glow geeft met een kleine vleugje kleur voor het ultieme stralende glazerige huideffect. Dus het is niet per se zo'n hele heftige glow. Het is meer dat je zo'n glow from within krijgt. En het heeft ook weer zo'n watermeloen geur en het hydrateert. Dit is gewoon een soort van transparante kleur. Kan ik het gewoon gelijk zo aanbrengen of ga ik dan de make-up die eronder zit eraf halen? Ik weet niet. Ik denk dat ik het gewoon zo van mijn hand afpak. Dan een beetje zo aanbrengen hier op mijn jukbeenderen. Nee, ik ga het gewoon gelijk aanbrengen, jongens. I don't care. Het pakt wel een beetje van de make-up eronder, maar whatever. Het is niet heel plakkerig of zo. Het heeft wel echt een glans, maar inderdaad ook niet heel veel kleur. Ik denk dat dit ook echt prachtig zou zijn als je geen make-up op hebt. Gewoon voor zo'n subtiele glans. Ook een beetje hier bij mijn voorhoofd. En dan met wat er nog een beetje op mijn vingers zit, breng ik het ook hier aan en een beetje op mijn neus. Oké, zoals je kunt zien, een hele subtiele glow. Bijna geen glans. Je kunt het vooral hier heel goed zien. Dit is echt voor de mensen die houden van een dewy, glanzend gezichtje. En die houden van een beetje een naturel lookje. Want dit gaat niet echt iets zijn met de look van vandaag. Daar is het misschien allemaal iets te heftig voor. Maar ik vind het op zich wel mooi. Het is ook niet heel plakkerig of zo. Oké, het laatste product is voor de lippen. Dus ik ga even mijn hele gezichtsmake-up afmaken. En dan kom ik weer zo bij jullie terug. Oké, mijn gezichtsmake-up is helemaal klaar. Ik ben vandaag gegaan voor een heel mooi dewy effect. Dus ik vind dat mijn gezicht echt super mooi glanst. Nou gaan we in met het laatste product en dat is een lipgloss. Dit is de e.l.f. Jelly Pop Juicy Lip Gloss in de kleur Sparkling Pop. Deze ziet er echt prachtig uit. Hij is zo rood met glitters. Je hebt twee kleuren. Dit is de rode kleur en je hebt een beetje een mintachtige kleur. Dit is dan hoe die eruit ziet. Als je heel goed kijkt dan zie je ook de glittertjes er doorheen. Ik ben gewoon vooral benieuwd naar hoeveel pigment dit gaat hebben. Gaat het echt zo fel rood zijn als dat je hier ziet? Of is het gewoon een transparante gloss met een vleugje rood? Oké, ik zie hier online al het antwoord op mijn vraag. Het is een glanzende transparant kleuraccent lipgloss. Dus het is letterlijk dat transparante met een vleugje rood en glitter. Er zit hyaluronzuur in, avocadoolie, kokosolie en watermeloen extract die uw lippen laten knallen. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga even weer eraf halen wat ik nou op heb. Het lipmasker zit er by the way nog echt gewoon geweldig op. I love it. Hier even een swatch van de lipgloss kleur. Super mooi. Vooral die glittertjes erin. Echt wowie. Oké, hij bracht gewoon topje aan. Hij voelt ook een beetje dikkig aan. Het is een beetje een dikkige jelly-achtig iets. Ik vind hem heel mooi. Inderdaad, een vleugje rood. En de glittertjes zijn ook gewoon te zien. Dat vond ik wel belangrijk. Want die glitters vind ik juist heel mooi. Ook niet echt heel plakkerig of zo. Ik denk dat ik dit wel fijn vind. Ik vind qua formule het lipmaskertje fijner. Maar qua kleur vind ik deze wel fijner. I like it. Het voelt echt alsof het mijn lippen echt goed verzorgt. En dat was dan, jongens. Nou, jongens, dit is dan de make-up look. Wat vinden we ervan? Ik ben echt heel blij met hoe het is gegaan. De collectie is echt veel beter dan dat ik van tevoren had verwacht. Allebei de lipproducten vind ik echt heel erg fijn. Ik vind ze allebei echt toppie. Deze gezichtsprimer vind ik ook fijn. Let wel op, als je die van de Mintmelt collectie al hebt, dan zou ik hem niet per se halen. Maar ik vind het echt prachtig hoe die zo'n mooie glans geeft aan mijn gezicht. En de make-up erop bracht ook gewoon echt toppie aan. Dus deze ga ik zeker nog gebruiken. Het enige wat niet echt iets voor mij is, is de glow stick. Maar dat iets niet echt iets is voor mij, betekent niet dat het slecht is. Het is gewoon een goed product. Dus als je houdt van een natuurlijk glanzend gezichtje, dan zou ik hem aanraden. Maar als je houdt van een hele heftige glow, dan...
dan niet. Maar zoals je kunt zien heeft het mijn gezicht echt heel glowy gemaakt. En op zich vind ik dat effect wel mooi. Dus ik raad echt letterlijk gewoon de hele collectie aan. Ik vind het echt een hele fijne collectie. Vooral voor die betaalbare bedragen. Echt helemaal topje. I love it. En dat is het dan voor vandaag, jongens. Laat me weten beneden in de reacties wat je van de collectie vindt. En van de make-up look. Zijn dit producten die jij zou aanschaffen? Of heb je iets van nee, ik vind echt helemaal niks? Mocht je iets willen, ik zet in de beschrijving linkjes neer. En dan is gewoon alles makkelijk te vinden voor jullie op de Douglas website. En zoals altijd hoop ik ook weer dat jullie hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!